Maatschappij vormen, manieren waarop we de samenleving inrichten, worden gevoed door manieren van denken. En eigenlijk zijn die manieren van denken, in het Engels zou je zeggen mindsets, eigenlijk fundamenteler dan het ontwerp van de maatschappij. Of dat nou een industriële of post-industriële samenleving is, of een informatie- of een kennissamenleving. Hoe dat ook allemaal mogen zijn. En of het nou gedreven wordt, die samenleving, door welwillende bedoelingen of door hebzucht. De meeste maatschappijvormingen zijn niet in staat om de koloniale mentaliteit te overwinnen. Deze manier van denken wordt dus ook eigenlijk aangetroffen in liberale samenlevingen, communistische samenlevingen, kapitalistische samenlevingen. Het is een soort van kenmerk van een manier van denken die, zoals gezegd, de vorming van de maatschappij fundamenteel beïnvloedt. Mooi is dat in het voorwoord van dit schitterende boekje, Discourse on Colonialism, van een schrijver die over veel van de koloniale praktijken heeft geschreven, M.E. Césaire, de inleider Robin Kelly zegt: het officiële apparaat van het kolonialisme mag dan zijn verwijderd, maar de politieke, economische en culturele banden die door de koloniale overheersing tot stand zijn gebracht, bestaan nog steeds. Wat ik van M.E. Césaire heb geleerd is dat het fundament van het koloniale denken, van de koloniale mentaliteit, is wat hij noemt de dingificatie. Waarmee hij bedoelt dat we in het koloniale denken van alles dingen maken. Van onze leefomgeving, van andere mensen, van dieren, van alle elementen in de natuur maken we passieve objecten die we naar onze zin kunnen gebruiken en kunnen manipuleren. En ik denk dus eigenlijk, als wij niet in staat zijn om, het is een beetje een vreemde term om die maar toch maar te gebruiken, om te de-dingificeren, om van dat ding-denken af te komen, dat we dan kunnen praten over de inrichting van samenleving totdat we blauw in het gezicht zien, maar dat er niks verandert. En dat we, zolang we van dat koloniale denken niet afkomen, we niet in staat zijn om een wereld te creëren die beantwoordt aan amor mundi, zoals Hannah Arendt heeft gezegd. Op 6 augustus 1955 schrijft Hannah Arendt een brief aan haar oude leermeester en oude vriend Karl Jaspers. En ik citeer daaruit graag even aan de hand van het boekje Amor Mundi van Peter Venhuis. En zeg: ze kondigde aan dat ze Karl Jaspers en zijn vrouw Gertrude een bezoek zou brengen. En dat in tegenstelling tot vorige gelegenheden zou ze dit keer goed geluimd en vol enthousiasme zijn. Het gevoel van treurnis over de toestand in de wereld dat haar jaren vergezeld had, maakte plaats voor een ontluikende vreugde in het bestaan. En Hannah Arendt voegt daar dan aan toe: uit dankbaarheid wil ik mijn boek over politieke theorieën de titel Amor Mundi geven. Dat boek is helaas nooit geschreven. En het blijft dus een beetje de vraag hoe Hannah Arendt Amor Mundi inhoud gegeven zou hebben. Ik denk dat we het kunnen interpreteren als je thuis voelen in de wereld. Een hartelijke relatie hebben met je leefomgeving en er niet bang voor zijn. En dat betekent dus dat eigenlijk, denk ik dat ze zegt, maar dat is mijn interpretatie, dat Hannah Arendt eigenlijk zegt: je moet het lef hebben om van de wereld te houden. Nou, dat is interessant, want de Romeinse dichter Horatius heeft in de tijd een zin bedacht die luidt: oude sapere, durf te weten, heb het lef om te weten. En die uitspraak is door de filosoof Immanuel Kant verheven tot het motto van de verlichting. En eigenlijk zouden we in onze tijd dat durf te weten, wat nog steeds een belangrijk motto is, kunnen aanvullen met het motto: durf van de wereld te houden. Durf de verantwoordelijkheid te nemen voor een wereld die groter is dan mensen alleen. En die alles wat er aan leven is op de planeet omvat. Durf de morele moed te hebben om daarvoor verantwoordelijkheid te dragen.
En niet alleen maar voor wat nu leeft, maar ook voor degenen die er nog niet zijn. Dus ook voor toekomstige generaties. Alleen dan, met Amor Mundi, kunnen we dichter bij een wereld komen waarin mensen met respect voor waardigheid en veiligheid en vrijheid en gelijkheid kunnen leven. Een enorme uitdaging. En met die uitdaging denk ik dat we in het onderwijs moeten beginnen. Je kunt daar niet jong genoeg mee beginnen. Kinderen zouden zo jong als ze zijn moeten leren zich thuis te voelen op de planeet. Alsof de planeet een huis is dat je met anderen deelt. Dat je deelt met alles wat leeft en waarvoor je geen angst moet hebben. Ons onderwijs is, lijkt mij nog steeds niet echt in staat om die Amor Mundi bij te brengen. Want het is meer gericht op het overdragen van academische kennis, die grotendeels nutteloos blijkt te zijn in het dagelijks leven. En te weinig gericht is op ervaringsleren. En juist in het ervaringsleren zou het onderwijs ook gebruik moeten maken van de kennis van leerlingen zelf. En zoals inheemse volkeren ons dat leren, zelfs naar een kind van 5 jaar goed te luisteren. Te veel van ons onderwijs is nog steeds geschoeid op de binaire leest van object, subject, mensen, niet-mensen, feiten en waarden. En zolang we zeg maar die binariteit niet kwijt zijn, wordt het met die Amor Mundi niks. Het onderwijs zou ook moeten bijdragen aan wat je zou kunnen noemen ecologisch bewustzijn. Om namelijk te voorkomen dat straks het allerlaatste kind nog 1 keer in het bos heeft rondgelopen. Richard Louv heeft daar een mooi boekje over geschreven, dat heet Last Child in the Woods. En hij zegt daar onder meer, goed bedoelende scholen, media en ouders jagen kinderen in feite regelrecht het bos en de velden uit. We kunnen er nu wel van uitgaan dat kinderen, net zoals ze goede voeding en voldoende slaap nodig hebben, ook heel goed contact met de natuur nodig hebben. Dus wat mij betreft, voor elke school in Nederland een voedseltuin en een kippenren. Want hoeveel kinderen in Nederland hebben nog hun eigen tomaten zien groeien of hebben ooit een kip aangeraakt? Belangrijk is dat zolang we niet het lef hebben voor Amor Mundi, we blijven steken in het koloniale denken. En dat betekent dus ook dat we niet leren omgaan met ons eigen koloniale verleden. En dat we niet in staat zijn om de koloniale misdrijven die we hebben bedreven te erkennen. En we bovendien alsmaar moeilijk blijven doen over het teruggeven van tijdens het kolonialisme gestolen kunstvoorwerpen. Amor Mundi betekent je thuis voelen in de wereld. En zonder schroom omgaan met de natuur en ervan leren. De wereld kan pas echt ons thuis zijn wanneer we met dat wonder van onze leven omgeven een intense en gepassioneerde relatie opbouwen. Vrijdag 19 augustus zijn we weer terug met Blackbox Today. Vanaf dan kun je ook weer iedere maandag, woensdag en vrijdag op ons rekenen op het vertrouwde tijdstip live om 7 uur in de avond. Ik hoop dat je net als wij een beetje hebt kunnen genieten van een paar weken ontspanning. Maar alertheid is geboden en dus staan we er weer vrijdag 19 augustus, 7 uur dus, live op blackbox.tv. Tot dan.